Boomwatter is het verhaal van boer Dirk. In seizoen 1 kwam zijn ex-vrouw Winnie met haar nieuwe man terug naar Blauwe Stad. En bij Dirk en Winnie kwamen heel wat gevoelens boven. Je daar bent van die. Mag niet hoe ze het schoppen wat houden, want jij bent van die. Boomwatter werd een groot succes. 150.000 kijkers keken er elke week naar. Is de koffie melk? Ik kom best. En ze kijken uit naar het vervolg. Dat vind ik wel mooi. Ja, ik heb er altijd wel aan gekeken. Ja, ik vind dat wel mooi. Fantastisch, echt waar. Ik heb ervan genoten. Echt waar, ik vind het fantastisch. Ik hoop dat die tweede vervolg net zo wordt als de eerste. Ik hoop dat het wat spannender wordt. Je hebt nog geen antwoord gegeven op mijn vraag. Wat was dat voor bespreking? Alleen die kamer. Dat ik die kamer krijg om naar het paard te kunnen kijken. Oh, hoor je dat, Charlotte? Ze wil naar het paard kijken. Wat ontroerend. Het wachten was op de financiering en die is nu rond. Tot vreugde van de acteurs. Ik vind het hartstikke leuk, ja, natuurlijk. Ik bedoel, hartstikke leuke ervaring. Ik heb daar heel veel plezier aan gehad. Dus ja, ik ben hartstikke blij. Ja, helemaal te gek natuurlijk. Hier hadden we wel op gehoopt, maar je weet het natuurlijk nooit zeker. En gisteren werd ik gebeld met de mededeling, het gaat door. Te gek. Enig idee al wat er gaat gebeuren met Stella in de tweede serie? Ik heb geen idee. Ik hoop dat ze wat gebekter wordt. Want ja, het is wel een braaf meisje natuurlijk. En ik heb geen idee. Even terug naar vorig seizoen. Want hoe eindigt de boom wat er ook alweer? Nee, dat wordt niet meer. Nee. Niet echt meer. Ja, best een beetje. Volgens mij een... Ze zaten met elkaar aan de tafel en toen was er iemand in een auto met een duim omhoog of zoiets. Of op een dak of zoiets, dat weet ik nog. Dus ik vond het echt een open einde. Klopt helemaal. Misschien kan scriptschrijver Jan Veldman rekening houden met de kijkers. Want er is één grote wens. Dirk en Winnie moeten weer bij elkaar komen. Ja, vind ik wel. Ja, vond ik leuk stel. Dat weet ik niet wel, ja. Dat weet ik niet wel. Ze weer bij elkaar komen, dat vind ik mooi. Een happy end. En ook in het echt aan, dat zou wel leuk zijn. Maar of dat erin zit, Miranda? In het echt? Nou, in het echt is het echt kansloos. Albert en Miranda zijn hele goede vrienden en dat blijven ze voor de rest van hun leven. Of het in de serie wel weer een echte relatie wordt, blijkt vanaf eind dit jaar op TV Noord.